Vandaag ben ik rekenen en taal aan het doen. En ik moest ook oefenen voor de musical. En ik ga zo om 10:45 nog mijn meester en de klas bellen. Team Educatie verzorgt de huiswerkbegeleiding in de ochtenden hierboven op de berg. Nou, goedemorgen jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En dat zelfs alweer op de derde dag van onze huiswerkbegeleiding. En hoe vind jij het om hier te zijn? Leuk. De meesters en juffen zijn aardig. Ze kunnen je goed helpen. Ik vind het wel fijn dat ik niet alleen maar thuis niks zit te doen. Je krijgt werk mee van school en je doet dus niet zomaar wat. Want je weet wel wat je doet, want je neemt gewoon eigenlijk je schoolwerk mee. Ja, prima. Goed zo, kerel. Toen wij hier een aantal jaren geleden waren, toen bleek dat er dus een aantal kinderen ook niet mochten komen. Hè, omdat ja, het valt buiten de reguliere vakanties. Daar hebben wij bedacht, als we nu zorgen dat het onderwijs- en leerproces hier op de berg gewoon door kan gaan. Nou, dan zijn directeuren wellicht eerder geneigd om te zeggen, ja, jullie mogen gaan. Ik ben vandaag taal en rekenen aan het doen. Een beetje de werkwoorden opschrijven en opschrijven wat je kan doen als je aan het lezen bent en dat soort dingen. En wat moet je allemaal af hebben aan het eind van de week? Ik hoef het niet per se af te hebben, maar ik moet gewoon zo ver mogelijk komen. Maar heb je het gevoel dat je doet hier 2 uur per dag? Heb je het gevoel dat je genoeg doet? Ja, op zich wel. Ik heb het gevoel dat ik me hier beter kan concentreren. Ik denk dat het natuurlijk een leuk evenement is, mooie plek. En ja, een beetje sfeer die hier rondhangt. En denk je als je terugkomt dat je dan voorloopt of achterloopt? Ik denk voorloopt, maar ik denk ook wel een beetje gelijk. Hoeveel muntjes van 10 zijn dat? 7. Alle leeftijden zijn welkom. En ook al gaat het natuurlijk om schoolwerk maken, de echte verrijking komt van de Alpe d'Huez zelf, vindt meester Roland. Want wij vinden dat je hier niet alleen rekenen, taal, spelling en zo leert, maar je leert hier veel en veel meer. Zoals samen met elkaar zijn, samen dingen doen, samen dingen beleven, samen je emoties te delen. Nou, dat is misschien voor een weekje veel meer waard. En dat zeg ik dan als onderwijzer, als leerkracht. De kinderen krijgen hier zoveel levenslessen, dat vergeten ze hun leven nooit. Leuker dan op school? Ja.